Hallo kijkers van Shine Spice, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Eredivisie Voorspellen. In deze aflevering gaan we kijken wat er is gebeurd in de KNVB beker halve finales en in speelronde 25 van de Eredivisie. Verder wil ik nog twee dingetjes zeggen van tevoren. Omdat ik best wel veel dingen moet nakijken, is het handig om het voor mij zo makkelijk mogelijk te maken. Dus wat misschien handig is om te doen, de volgorde van de video aan te houden, waardoor ik alles ook op volgorde kan nakijken. En je mag gewoon dingen veranderen, dat is echt geen probleem. Alleen is het wel makkelijk als je echt goed nadenkt voordat je een ding post, zodat ik niet elke keer alleen maar dingen moet gaan teruglezen omdat er weer wat veranderd is. Kijk, je mag wel eens wat veranderen als je een foutje maakt of je zegt van oh nee, ik moet het echt even veranderen. Maar probeer wel voor je goed zelf goed na te denken van oké, is dit de stand die ik wil insturen? Ja, en dan stuur je hem in. In ieder geval, bedankt daarvoor. Dan gaan we nu naar de KNVB beker halve finales. Heerenveen moest thuis tegen Ajax. Dat werd 0-3. Ajax heeft makkelijk gewonnen. En Vitesse VVV werd 2-0. Wat betekent dat de finale Ajax tegen Vitesse is. Dan was dit speelronde 25 van de Eredivisie. FC Emmen kreeg Sparta op bezoek. Dat werd 1-1. Feyenoord won maar liefst met 6-0 van VVV. Twente Willem 2 werd 1-1. Heerenveen won met 3-0 van ADO. RKC verloor met 1-2 van FC Utrecht. Ajax won met 3-1 van FC Groningen. Fortuna moest het afleggen tegen PSV. Het werd 1-3. Heracles won thuis met 2-1 van PEC Zwolle. En AZ verloor van Vitesse met 2-1. Dan is dit de Eredivisie ranglijst. Ajax staat bovenaan met 60 punten. Dan komt PSV met 54 punten. AZ staat derde met 49 punten. Dan komt Vitesse met 48 punten. Feyenoord staat vijfde met 46 punten. FC Groningen staat zesde met 42 punten. FC Utrecht staat nog net boven de Europa League playoffs streep met 37 punten. Dan komt FC Twente met 36 punten. Heerenveen staat negende met 33 punten. Heracles op nummer 10 met 32 punten. Fortuna staat 11e met 31 punten. Dan krijgen we PEC Zwolle met 26 punten. Sparta staat 13e met 24 punten. RKC staat 14e met 23 punten. VVV staat 15e met 22 punten. Willem 2 net boven de rechtstreeks degradatiestreep met 18 punten. En dan hebben we onder de streep ADO met 15 punten. En onderaan FC Emmen met 13 punten. Dan is dit de voorspellers top 8. Luc staat nog steeds bovenaan met 208 punten. Dan komt Mikey met 205 punten. Nak staat derde met 202 punten. Dan komt Dilano op de vierde plek met 197 punten. Jarno staat vijfde met 193 punten. Massimo, voorheen VDH Carspots, staat opeens zesde. Die heeft heel veel punten gehaald, waardoor hij opeens in de top 8 staat. Maar liefst op de zesde plek met 189 punten. Jesper staat zevende met 188 punten. En Tijn staat achtste met 185 punten. Massimo en NAC waren weekwinnaars. Dus Massimo twee keer achter elkaar, dat doet hij heel erg goed. De volledige stand is weer te vinden in de beschrijving. Dan hebben we twee wedstrijden door de week, namelijk VVV Sparta als inhaalwedstrijd en natuurlijk de Europa League wedstrijd van Ajax tegen Young Boys. En voor speelronde 26 voorspellen we Willem 2 Heerenveen, ADO tegen Heracles, AZ moet thuis op tegen FC Twente, Groningen ontvangt FC Emmen, Sparta moet tegen RKC, VVV ontvangt Fortuna, FC Utrecht moet tegen Vitesse, PSV moet in Eindhoven tegen Feyenoord een topper en de PEC ontvangt Ajax. Vind je het nou leuk om met mensen te praten over voetbal? Join de Discord, de link daarvan staat in de beschrijving. En verder hoop ik jullie de volgende aflevering weer te zien en bij een gloednieuwe Eredivisie voorspellen. Ik heb nog maar één ding te zeggen, dat is adios amigos.